Ja, nou loop ik weer lekker buiten met Lady. En ik ga een lekker blokje lopen, als ik maar om 4:15. Nee, we gaan daar niet doorheen. Nee. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick, Roderick en Karin. Ja, het is alweer vandaag dinsdag 2 maart 2021. En het loopt nu tegen 11:15 aan. En zoals jullie zien ben ik weer lekker buiten met Lady. Ik ben onderweg naar Rozenhuis. Dan laat ik Lady daar even achter. En dan ga ik even met de dames even het losloopppark in. Dus dan wil ik even zwemmen en alles. En voor de rest wens ik jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Wat is dat voor een mooi... Ja! Zo, meisje! Nee, daar was je niet mee eens. Ja... we gaan er weer achteraan rennen. Kom maar, deze kant. Beauty. Hier, kom. Beauty. Ja, goed zo. Goed zo. Nou, ik ga weer eventjes met de twee zusjes. Ga ik dus weer lekker naar Rozenhuis. En dan ga ik Lady ophalen. Ja. En dan eventjes nog eventjes de computer aan doen. En dan even wachten op 1 uur, want dan komt Debbie. Ja, vandaag dan even voor het eerst dat ze alleen komt. Yep. En Rodi moet tot 2 uur werken. Dus ja, dan gaan we daar maar eventjes op wachten. En dan dus nu eerst even wat ik al zei. De twee dames naar huis brengen. Naar hun tweede huis. En dan ga ik Lady halen en dan ga ik echt naar huis. En dan ga ik gewoon mijn computer aan doen. Ja, dan ga ik even nog even kijken op hoe ver ik mijn vlog kan editen. Ja, nou loop ik weer lekker buiten met Lady. En ik ga een lekker blokje lopen als ik maar om 4:45. Nee, we gaan daar niet doorheen. Nee, ben je niet goed? En door de koeien stromwijn, gekkie. Kijk hier. En daar wou Lady even doorheen gaan rollen. Volglijn. Volglijn, goed zo. Nee, gaan we niet doorheen. Gek. Trinhola. Ja, je bent de Trinhola, jij. Ja, ja, ja. Oh, wauw. Nee, Debbie is geweest.
En anderhalf uur is ze geweest. Ik dacht een uurtje, maar ik kan een beetje mis hebben. Dat maakt niet uit. Ik ga nu even lekker lopen. De lady die geniet volop. Kun je gewoon merken aan haar. Maar wat is het hier mooi. Wat is het hier mooi. Wat is het hier mooi. Hé meisje. Is lekker hè. Jij. Jij. Het is hier zo mooi. Maar we hebben dus via Facebook heb ik een nieuwe groep gevonden dankzij Stuk TV. Ja, helemaal top. Dus daar zijn we vandaag geweest. En daar hebben we dus een voedselpakket op gehaald. Dus Rodi gaat uitpakken en ik laat het jullie zien. Dus Rodi ligt op tafel zonder dat het nog zichtbaar is. Nou, dit is dus een noedelsoepje. Wacht even, geduld. Er staat een prijs op. De prijs haal ik er even vanaf, want dat heb ik er niet voor betaald. Haha, scheelt weer. Zo. Een lekker noedelsoepje. Ja, dat is één. Dan hebben we hier een lekkere 2 maiskolven. Ja, helemaal lekker. Dan hebben we hier nog wat een het ander. Dit is voor... Nou, dit is gewoon een tussendoortje. Lekker macaroni. Salade. En dan hebben we nog hier 3 keer spaghetti macaroni saus. En dit is waarschijnlijk allemaal Pools of Tsjechisch of weet ik veel wat voor taal. Dus mocht je mij volgen en mocht je dus die taal spreken, ik zou zeggen, kijk even wat voor taal dit is. Is alle scherp stellen, mag wel. Even scherp stellen, mag wel. Nou, hij wil nu niet, even niet. Nee, dat niet. Dus dat. En dan hebben we hier nog kroketjes of zo. Kroketten. Ook leuk. Ook lekker, hoop ik. Denk ik toch, hopen we. Zo. Dan hebben we hier, ja, iets lekkers. Ik weet niet wat het precies is. Maar dat moet dus waarschijnlijk 30 minuten of zo in de oven, weet ik veel. Daar hebben we dus 3 pakken van. Ik moet nog even kijken wat het is. Want misschien mag ik het niet. Misschien mag Robert die wel. Weet ik niet. Maar dan gaan we dus even bekijken van wat het is. Kaas. 3 pakken kaas. Hebben we ervan. Ja, kaas. Dan hebben we nog... Hebben we hier sowieso 2 van. Of hebben we daar 3 van? 2 toch? Bef. Glutenvrij volgens mij. Dus daar hebben we dus ja, lekker 2 van. En waar ik ook heel blij van word. Even niet zo kraken. Lief, even geduld. Dat is niet fijn voor de kijkers als ze naar mij moeten luisteren. En gelijk het gekraak op de achtergrond. Dit is van Dr. Oetker. 3 minuten met yoghurt. Nou, dan mag ik dus ook gaan bekijken hoe ik het moet gaan bereiden. Want dit is een hele andere taal. Dus ja, dat moet ik even gaan bekijken. En dus ook weer iets met pudding of zo. Met geen idee. Ik vind het allemaal prima. Maar dan gaan we allemaal uitvinden wat dit allemaal is in een andere taal. Hé, hey, lekker muesli voor Ro. Die vindt dat wel erg lekker, misschien. Dan hebben we hier... ja, kikkererwten of zo, volgens mij. Geen idee. Misschien dat jullie het ook wel weer weten. En anders moet ik er overal even foto's van maken. En dan kan ik het terugvinden op Google. Ja, ik vind het prima. Ik vind het prima. En dan hebben we hier nog iets anders... Ik weet niet wat het is. Het zal iets met drinken. Iets met vitamines. Helemaal geweldig. En wat Ro
leuk vindt om het te proberen. Dat is deze drank. Want hij vond hem al helemaal grappig. Dankjewel. Dat is dus ananassap. Ja, nou, die gaan we dus ook sowieso doen. En dan hebben we hier dus twee van. Van Spa. Twee flesjes. En hebben we nog... Nou, deze kent iedereen. Bon duel. Wat erin zit. Wat erin zit. Joost mag het weten. Waarschijnlijk Tauge of zo. Ja, Tauge, want ik zie dat hier. Yep. En dan hebben we hier nog iets van... Geen idee wat het is. Beleg of zo. Tonijn weet ik veel. Ik laat het wel even zien. Ho, la, 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 la. Ho. Niet zo snel. Hallo. Ja, kijk. Nou kun je het even zien, want anders heb ik het licht in beeld. En dat is niet handig. Nou, daar hebben we dus twee potjes weer van. En dan een hele grote. Een vortex. Met allemaal weer bessen. Inderdaad. Daar. Yep. En dan weer iets wat anders. Zure rijst. Van familielijn. Familielijn. Schappig. Ook volgens mij is dit is een soep of zo. Ja, dat is een soep. Zure rijstsoep, zo te zien. En dit is weer appelsap volgens mij. Appel, want er staat appel op. Dus lijkt het me dat appelsap is. En dan hebben we hier dus een 1 liter. En hier hebben we 2 liter. Jee, hij is zwaar. Ja, yeah, en we hebben eventjes de kleding gepast, want we kregen dus ook nog 3 grote vuilniszakken mee met kleding. En wij mochten eerst de keus doen. En als we iets niet paste, mochten we dat dus weer doorgeven hier in de wijk. Dus dat gaan we ook doen. Morgen dan ga ik, of zometeen al van, joh, hey, heb je nog interesse in kleding? Ga ik zometeen nog eventjes een WhatsAppje uitsturen, misschien... Als ze interesse hebben, kun je gelijk dat naar de buren, zometeen gelijk. Dat is ook altijd handig. Dus we gaan het meemaken. Dus ja. Dus ik zal ook even de link van de groep waar we zijn geweest. En de opstichters. Zal ik even gelijk ook even hier beneden neerzetten. Altijd handig. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in de omgeving. Voorburg, Rijswijk, Wateringen, Westland. Dus Den Haag. Ja, gewoon de gemeente Haaglanden, et cetera. Mocht je daar in de buurt wonen, ik zou zeggen, kijk even hier beneden. En dan meld je aan. En mocht je geïnteresseerd zijn in een voedselpakket. Het is €2 voor eigen bijdrage, hè, toch? Ja. Eigen bijdrage voor dus namelijk de benzinekosten voor hun. Zodat je toch weer wat kan krijgen. Dus... Dat is het enigste wat ze vragen, €2. Dus dat is de moeite niet. Dus ik zou zeggen, ja, ga eens een keertje kijken. En ze krijgen ook wat vaker kledingen op de site. Dus komt helemaal goed. Ja, een hele goede avond. Ja. Nou, we staan lekker buiten. Maar we gaan lekker deze vlog gezellig samen misschien weer lekker afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. Vergeet je niet te abonneren, want dan blijf je zeker op de hoogte. En laat vooral een leuke reactie achter, want die krijg je zeker terug. Ja, yeah. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. Een dikke tuut op jullie snuit. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei!